Ik kijk naar buiten van waar komt de wind vandaan? Kan ik malen ja of nee? De mens is geen graaneter, maar we moeten eerst meel malen, wil je dus brood eten. Ik ben Maarten Dolman en ik ben molenaar. This great big story is inspired by Genesis. Martin is one of the last remaining millers in Holland. He's been operating his flour mill, De Vinde Otter, for over 30 years. There were once more than 10,000 mills in the Netherlands, but those numbers have decreased dramatically. Nu staan er ongeveer 1300 complete windmolens in Nederland. En dat zijn dan 50 molenaars die het meel malen voor consumptie. Martin takes great pride in his profession. And his passion for milling is evident at his own windmill, which is one of the most famous in Holland. In deze molen gaat het ook nog precies zo een als die gebouwd is in 1732. Het is wel een van de grootste korenmolens. Zeg maar dat hij ongeveer 32 meter in zijn totaliteit is. De molen die wordt aangedreven door de wind en dan via houten tandwielen drijft hij een hele grote molensteen aan. Zo'n molensteen die weegt 1000 kilo. Nou, bij een goede wind kunnen we 1000 kilo op een dag malen. Dat is 5000 kilo in de week. En het bijzondere is dat meel wat je dus met een windmolen met stenen maalt, heeft dus zijn natuurlijke smaak en zijn reuk, geur behouden. Mijn bloem wordt gebruikt voor broodbakken. Dat is helemaal de basis. Het grootste product is bij ons tarwe wat we vermalen. Daar maken we volkorenmeel mee. Daarnaast is op heel hoog niveau koek- en cake mixen, broodmixen. Dan wordt er lijnzaad, sesamzaad. Nou, zo zijn er natuurlijk diverse producten. Every day, Martin personally delivers his freshly ground flour to local bakeries. Kijk eens, weer een zakje meel voor jullie. Ik vind het leuk om het meel van de windotter te gebruiken, omdat je vakbekwaamheid wordt geprikkeld door dat meel. Het meel is altijd soms iets anders. Je proeft in de verschillende broodsoorten ook de echtere smaak. Today, Martin is a cultural representative of the milling practice. He's passing on his knowledge and hopes the tradition of milling will last for many generations to come. Last year, he led the fight that won the Craft of Operating Windmills protection under UNESCO. Hoop voor toekomst is eigenlijk de mensen blijven enthousiasmeren voor de molen. Er zijn gewoon mooie molens, natuurlijk prachtig gezicht. En gewoon het werken met de molen zelf, hè, dus gewoon het malen en het in bedrijf houden van de molen, dat geeft je een stukje voldoening. Je voelt je gewoon ja, op je gemak als de molen maalt.